De lang verwachte AdSpend-studie van het IAB in Nederland is eindelijk een feit. En daar zijn we trots op. We hebben alles in beeld gebracht voor het jaar 2010. Met dank aan Deloitte, met ook dank aan alle mensen van het IAB die hier hard hebben aangewerkt. En ook met een ontzettende grote dankjewel voor 32 publishers die in totaal meer dan 4000 websites hebben gerapporteerd. Het meest interessante insight die we eruit hebben kunnen halen, denk ik, is dat in Nederland in 2010 meer wordt uitgegeven aan adverteren op internet dan aan adverteren op televisie. Voor dit jaar hebben we kunnen vaststellen dat de totale uitgaven ongeveer 962 miljoen zijn geweest. Nou, vergelijk dat met televisie 863 miljoen. Als je kijkt naar de verdeling van die 962 miljoen, dan is ongeveer de helft daarvan, iets minder, is search. Zo'n 460 miljoen. Een significant deel daarvan, 19%, 179 miljoen, is classifieds. En de rest is echt display, affiliate marketing, branded content. Hè, dus echt de online advertising markt. En dat is ongeveer 323 miljoen. We hebben ook gekeken naar hoeveel van de bestedingen online gebaseerd zijn op wat we noemen behavioral targeting. En daar is volgens de respondenten ongeveer 16 miljoen van het totaal was gebaseerd op behavioral targeting. Dus wij denken dat daar nog heel veel potentie in zit. Een hoop nieuwe adverteerders hebben display advertising ontdekt. Het is een categorie die groeiende is en die nieuwe types adverteerders aantrekt. En dat refereert ook misschien aan het feit dat het historisch moment van je bent eindelijk groter dan televisie, dat is ook niet voor niks. Want typische adverteerders die gaan voor merkeffect en die vroeger makkelijk de weg vonden naar televisie, vinden nu ook de weg naar online advertising. En dat is gewoon ontzettend goed nieuws. Nou, laten we zeggen, het basismodel van afrekenen, CPM, het betalen per 1000 impressies, is nog steeds het dominante afrekenmodel in Nederland. Op de voet gevolgd door meer performance-based modellen. Dus de kost per klik, kost per lead of zelfs kost per sale, zo'n 23%. En maar beperkt wordt gedaan met een fixed fee als bedrag. Als je kijkt naar hoe deze bestedingen gedaan worden, dan zien we dat in Nederland voor de online publishers nog steeds de helft via mediabureaus gaat. 39% gaat via directe voorverkopen van de online publishers. En nog een beperkt aantal, in totaal zo'n 11%, gaat via ad networks, sales houses of ad exchanges. Nou, een outlook. We hebben ook aan de deelnemers gevraagd wat hun verwachtingen zijn van de markt in 2011. Alle deelnemers geven wel aan dat ze nog groei zien. Wat zou betekenen dat de totale online advertentiemarkt in Nederland in 2011 meer dan 1 miljard euro zal zijn. We hebben lang gewerkt aan een methodologie. We zijn heel blij dat we 32 publishers bereid hebben gevonden om mee te doen met meer dan 4000 websites. Dus we gaan dit framework vasthouden, ook de komende jaren. Het framework van onderzoek samen met Deloitte. Aan iedereen die dit ziet en die published en die ook omzet maakt, om ons toch te contacten en om te helpen om dit onderzoek nog verder uit te bouwen en nog verder te professionaliseren. Ik denk dat onze industrie dat meer dan verdient.